Nou, dan werd tijd dat we doorrijden. Zijn de mensen al gefinished? Ik rij weer eerste omgedraaid. Zevende. Ja. Ja, deze keer wist ik hem. Goed zo, je leert snel. Yo mis, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 Jarentech aflevering. Hier natuurlijk samen met Chromo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is ochtend, weet je wel. We zijn nog helemaal moe en zo. Het is 9 voor 12 dat we deze video opnemen. Oh, dat is eigenlijk helemaal niet vroeg. Echt wel, het is vroeg voor ons. Ja, oké. Ja, wij zijn YouTubers. Ja, oké. Dus dan is het wel vroeg. Mijn wekker die gaat elke dag om 10 uur en ik word om 12 uur wakker. Maar in ieder geval, we racen natuurlijk in deze serie tegen jullie als abonnees in jullie races. Oh, en tussenstand op dit moment is... Chromo en ik hebben in totaal op dit moment 10 punten binnen. En oh my god. Een lanterenpil. En jullie als abonnees zijn hebben in totaal 13 punten binnen. Moeten echt al die levenvoertuigen staan achter. Jan, ik dacht dat we 10 waren. Ja, daar kon ik niks aan doen. Oké, mooi zo. Maar vertel je verhaal verder, want je zegt... Ik ben al klaar. Oh, je bent nu al klaar? Ja. Nou best, dan kunnen we rustig racen. Ja, dat klopt. Ik race heel rustig. Eigenlijk niet, maar ik rij wel door. Ik word zo flauw van al die gasten, jongen. Waarom? Ja, die gaan allemaal ervoor staan. Dat ze waren, jongen. Die Jeepy en Jeepy. Ja, die Jeep. Na Jeep. Je stond gewoon eerst, hè, Chrome. Je staat volgens mij gewoon eerst. Ja, maar ik val nu van de ding naar beneden. Nee, dat is niet zo handig. Nee, ik stond eerst. Het was gezellig. Oh! Wat? Oh! Zo! Ja, dat is wel verkeerd de dingen denken. Shit! Ik was er echt bang achter. Ik vind wel dat jullie echt fucking goede races kunnen maken, man. Ik vind deze toch wel vet. Nee, dan moeten er wat meer races over Chromo komen, jongens. Gatsidari! Dus, kom op! Wat is het nou? Ja, ik word gebeukt terwijl ik dat ding inrij. Ja, dat wil niet, hè. Nee, ik haal hem net... What the fuck, auto? Kut auto! Ik had hem bijna net meteen, alleen aan het einde ging het weer helemaal verkeerd, man. Ik had hem meteen bij... Ah... Ah, zo'n brombiggetje. Heeft iemand hem al gehaald? Echt? Ja, twee mensen voor me. Hoeveel laps zit er? Maar, ja, daar ga ik dus nu naar kijken. Het zijn 2 laps, dus ik heb nog even... Als zij zo meteen hetzelfde doen als ik falen, dan kan ik ze nog inhalen. Ik sta derde. Zal ik even wat sticky balls gewoon op de grond neerleggen? Ja, doe maar joh. Kak, er komt nog een walrijs, joh. Als je een beetje zegt waar je ze hebt, dan... Ik gooi ze na de volgende walrijd. Kak. Kijk, in de ochtend ben ik ook nooit zo goed in walrijds, hè? Ja, doe maar zo. Ja, nee, dat is echt zo. Ja, doe maar zo. In de middag ben ik altijd goed. Ja, wie zegt dat? Dat zeg ik. Maar in de middag, als we in de weekends opnemen, dan ga jij ook slecht. Maar ik heb hem nu wel, dus nothing on there. Oké, goed zo. Ik ben trots op je. En ik sta nog niet eerste. Maar het lijkt erop. Het is, nee, hoeveel sta je dan? Ja, het lijkt op 1. 10. 7. Ja, maar dat... Oh jawel, dat lijkt wel op één. Ja, als je hem onderaan. Oh, joh, er staan hier veel mannetjes. Holy shit. Ah, waarom kom ik nou precies hier tussen deze zandstukken? Oké, ik ben bij lap 2, Chromo. Oh ja? En ik heb iemand opgeblazen. Kijk, zo mag ik het zien. Oh, nou, lekker. Aardig weer. Dat is toch de bedoeling? Wat? Ik moet toch winnen, of niet? Ja. Nou dan. Maar je is het dan al toe. Ik heb in lap 2 bij de way heel veel stickies neergegooid. Dus kijk uit in lap 2, zo. Maar ja, die militairen rijden er ook overheen, dus... Ja. En misschien zijn ze zo meteen al allemaal weg. Dat kan natuurlijk ook. Ja, die militairen die zijn me echt een partij lastig voor last pakken, hoor. Zo. Ja, ze staan overal, joh. Het zijn er niet zo'n klein beetje ook. Ik respawn. Dus ik hoop dat je bulletproof tires hebt. Nee. Nee, oké, ja, dat is niet zo handig. Oh, oké, ik ga weer naar al... die stunt toe, man. Ik ga weer bij de stunt. Gasten, kap met beuken! Oké, ik ben weer bij de stunt. Oh, die twee mensen rijden hier voor me, man. Als ik hem in één keer haal, kom op. In één keer. Oké, haal hem in één keer, jongen. Je kunt het. Hij is helemaal niet moeilijk. Nee, klopt. Daarom heb ik hem in één keer. Daarom sta ik tweede en degene die eerste staat, die ligt er voor me. Oké, nice. Ah, haal hem fuck. Even ik ben ook ontploft. Kak! We zijn bijna ontploft. Dat was niet we zijn aanspraak. Bijna ontploft. Ik rij serieus nu achter hem. Hij rijdt weer de lekker band. Hij rijdt achter de nummer 1 plaats. Hij rijdt weer de lekker band. Ah, stop nou, jongens. Ah, kak. Ik ga te hard. I went too fast, my friend. Hoezo ga je nou weer te hard? Hashtag hard gaan.
Oh nee, hij heeft gecheat! Wie? Deze motherfucker die eerst staat heeft gecheat! Ja, telt niet. Punt eraf. Punt eraf. Ja, hij heeft die hele wallrun niet gehaald, man! Ja, dat mag niet. Pussy! Pussy! Beter rijdt hij mijn stukje in ofzo. Oh, ik ben bij lap 2 met 33 lekker banden. Iemand gaat in een jet er vandoor! Oh, echt? Ja. Als hij mij maar niet neerschiet, vind ik alles goed. Kak, weer een lekker band! Ja, dan kan ik niet meer rijden hoor, met zoveel lekker banden. Ik lijk wel een vergiet. Ah nee, nu ben ik tweede omdat hij fucking heeft gecheat, man. Ja. Wat een lul. Nou oké, het puntje erbij voor jullie. Eerlijk is eerlijk. Ik probeer hem nog op te blazen. Hij had toch gecheat, man. Je had die tweede wallride, weet je wel. Maar daar reed hij gewoon omheen en hij pakte gewoon de checkpoint. Tweede wallride? Ja, die tweede wallride, ja. Waar is de tweede wallride? Wacht, ik spectate je wel. Wacht. Kijk, je rijdt hier... Oh, je bent er nog lang niet. Wat? Jawel, die wel. Nee, rijd maar even door, joh. Ja, gaat goed, ja. Ik zal laten zien waar die tweede wallride zit, ja. Ja, achter die kleine wallride, toch? What the fuck, er zit iemand achter je, er staat op mijn map dat hij in een jet zit. Terwijl hij gewoon in de auto zit. Nou, oké. Okay. Ja, gaat lekker. Ja, echt, ik kan wel. Ik wil laten zien waar die tweede wallride zit, man. Ren eens even door ofzo. Ja, ik gas nu heel hard. Oeh, wat ga ik snel. Oeh, ja, daar gaat hij hoor. Oeh. Oeh. Oeh, ja, mooi bochtje, ja, gaat goed. Ja, lekker, ja, top. Ja, dat is gewoon een paaltje, maar je moet hem toch een beetje afremmen. Als je deze haalt? Ja. Gewoon in één keer, zoals ik deed? Ja, tuurlijk, dat doe ik even. Oké. Okay. Ja, 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 goed zo. Ja, ja, top. Ja, lekker, ja, ja. In één keer. Kijk, als je dan doorrijdt... Ja. Haalt hem ook gewoon in één keer, die mogol. Nee, wat? Hij is als je dan gewoon doorrijdt... Ja, hier ook. Huh, ja. Deze schans heb ik nog nooit gezien. Nou, hier ga je deze schans over en heb je een checkpoint. En dan daar rechts moet je nu... Ja. Naar rechts. Ja, en dan naar links. En dan zit hier de tweede wallride. Is dit een wallride? Die heb ik ook niet gedaan nog. Oh, nou, dan heb jij hem ook gecheat. Ja, maar dat duurde veel langer bij mij. Dat cheaten? Ja, ik reed helemaal maar je kan de gewoon, weg kwijt. Je kan er gewoon omheen rijden. Maar dat was dus de cheat. Dat wou ik even laten zien. Ja? Oké, top. Ja. En Chrome komt allemaal dingen die je nog helemaal niet hebt gezien. Hij weet gewoon niet dat hij race of lap 1 heeft gereden. Nee, dat wist ik heel niet, die wallride, joh. Nee? Ik zat tussen die zandzakken vast. Ik denk wat een raar, moest je een schansje nemen daar zo. Die ja, nee, je moest dus een wallride nemen. Oh, ja, die was veel makkelijker. Maakt niet uit. Maar ik ben wel goed in wallrides, dat zag je. Op naar de volgende race. Hey boys, welkom bij race nummer 2. Deze race speciaal voor Chrome, zoals ik al in race nummer 1 zei. Oh ja? Hij is met de Liberator. Oh, dat is echt helemaal mijn ding. En dat vind jij toch altijd leuk? Ja, vooral op vliegveld. Ja, vliegveld, hè? Oh, ik wou ook zeggen beter, hè? Oh, ik wou zeggen vliegveld, hè? Nou, met de vlammende pijp, Jan. Ja, dit is spannend, hoor. Mogen de beste dit winnen. Dit is spannend, hoor. Niet normaal. Wie gaat er aan kop? Het is de enige echte Turbo. Gevolgd door F-Huis. Gevolgd door Colin. Oh, joh, Colin. Zo, lekkere face-krak. Ja, die was hard. Colin. Oh, kijk, er komt de stunt al. Meeuw. Ik rijd er ook precies langs op, hè. Woe! Oké, nu lig ik tweede, man. Let's go. Nou lig ik... F-Huids ligt eerste nu. Oké, probeer hem... Wat? Ik heb de check... Ja! Fucking scheidgame. Ja, hoor. Zeg dat wel, zeg. Yep, dat zei ik ook. Ja. Ik had de checkpoint niet. Nou ja, dan staan we nu in één keer derde. Hey, thanks hè, GTA. Oeh, wat hou ik van je, man. Maar je deed waarschijnlijk wat verkeerd dan. Ja, en ik reed langs de checkpoint. Ja, dat is niet slim natuurlijk ook. Wie gaat nou langs de checkpoint heen rijden? Ja, maar ja, ik dacht ik kan hem via hier ook pakken. Er stonden helemaal containers. Ik ga tussen de containers door, maar ik kreeg hem niet. Vind ik niet leuk. Oh! 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 Oh, wow. Je kunt beter niet in de ochtend als je net uit bed komt gaan zingen, Jan. Sorry. Ik vond het wel een mooie beat, eerlijk. Beat? Het was geen beat, het was een melodietje. Ja, dat was mijn nieuwe nummer. Ja, maar dat is geen beat. Weet je, ken je DJ Jaraski niet? DJ Jaraski? Ja. Nooit van gehoord. Oh. Nou ja, daar hoor je daar snel van. Nou, hoor ik daar snel van? Ja. Oké. Ben jij zo'n zanger die ook gaat snel kookpan, snel kookpan? Nee, ik ben geen zanger, ik ben een DJ. DJ Jaraski, niet zanger Jaraski. Waarom zit je dan, oh. Nou, dat was mijn nieuwe beat, die ga ik nu uitwerken. En dan heb ik een nieuwe melodie bedoel je? Ja, nee, een nieuwe beat. Maar een beat is toch... Ja, maar dan ga ik daarvan maken. Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Ja? Waar maak je het?
Waarin maak ik het? Ja. In mijn kamer. Ja, maar met welk programma? In mijn kamer. Met een cameraprogramma? Ja. Oké, okay. Leuk. Gewoon met Sony Vegas, weet je wel. Sony Oh ja, het zou kunnen in theorie. Ja, alles kan. In de Yara Tech Show. Zit de Yara Tech Show? Ja. Ah. Wist je dat niet? Oeh, dit is spannend. Wacht even concentration. Hé, hey, zal ik je eens wat leuks vertellen? Nou, je bent eerste. Nou ja, ik sta nog eerst. KAK! Zo, oké, okay, ja, dat wou ik niet echt hard zeggen, maar... Ja, nou, wie ontploft? Ik zie de finish op mijn kaart. Ik zie de finish op mijn kaart. Ik herhaal! Heb je een aanzichtkaart? Ik... Nee, de finish. Oh. Oh, kak. Oh. Oh, oh, oh. Zo. Ik ben nou weer te kakken hier. Ah, rijd ik weer daar! Dat is mijn mosterdruk, man, die dat geluid mag. Oh, je mosterd. Ja. Ja, mijn mosterdruk. Ja, uit het potje komt zo die mosterd. Ja. Oh, ik zie de finish. Had jij ook vroeger zo'n potje waar je vinger in kon doen en dan... Oh, die heb ik hier liggen, serieus. Echt? Ja, die heb ik hier liggen. Dat is cool, hè? Wacht, laat me hem pakken dan. Ja, pak hem even. Wacht, ik sta serieus naast de finish, één moment. Ja, haal hem even. Oké, zo. Twee punten erbij voor ons. Twee punten erbij voor ons. Zal ik dat potje pakken? Ja, pak een potje, man. Oké. Wacht, hier is die. Ik heb een potje met vet. Al op de tafel gezet. Oké, hoe werkt dit ook weer? Oh, zo. Ja. Oh, ja. Oh, zo klonk ik vanochtend ook. Ja. Oh, hier. Nog één keer. Even nog zo'n lange. Oké, hier. Iets middelen. Oh, ja. Wacht. Ah, hij doet het niet. Oh, ja. Ja, dat was een goeie, dat hoor. Dat is een echte ochtendringtoon van mij, ja. Oh, heerlijk. Ja, nou is het klaar, hoor. Wacht, nog eentje. Oké, nog eentje om het af te leren. Jeetje, mine, wat een wallride. Zo. Ja, dit doet me denken aan wat anders, Jan. Dit doet me denken aan wat anders. Hé, hey, maar ik had er nog één liggen, by the way. Dus ja, dat is leuk, man. Ja, dat is echt, maar en we zijn nog eens eerste, weet je. Ja, en ik sta weer een soort ik van eerste. Ik moet nu mijn handen gaan wassen, dat weet ik wel. Wat dan? Is dat zo ook plakkerige vies? Ja, mijn handen zijn nu vies. Nee! Mooie chromo, goed bezig, man. Dit is pas de eerste GG. Keer dat gebeurt natuurlijk, weet je wel. Ja, dat kan gebeuren, toch? Ja, ik word GG in plaats van DJ. Woo! GG. Ja, ik ben DJ. DJ Jiraski. Wat dacht je van DJ Chromatech? Nee. Die bestaat al. Ja. What the fuck deed jij? Waarom ging hij gewoon naar rechts? Ik deed dat. Nee, helemaal niet. Ik gleed weg. Zag je me niet sturen? Nee. Nou, dan kijk jij niet goed. Ja, je gaat dat lekker zo tegen, zeg. Ja, hier, kijk. Ja. Let op. Hier ga ik. Niks aan de hand. Nothing on the hand. Ja, je moet dan wat langzamer rijden. Oké, wacht. Ik neem een aanloop, ja? Ja. Maar je hebt toch al DNF, dat maakt niet uit. Maar... Hier, daar komt hij. Kijk, en nu gewoon naar rechts. Ja, en draaien met je auto. Ja. Ja, dat deed je dus niet. Je draaide dus niet met je auto. Ja, maar ja, het komt er wel neer dat ik naar beneden glie. Ja, en dat je DNF hebt, maar ja. Dat je in welke landen. Ja. Hey. Pro skills en dat trucie. Houdt ook in dat we naar de volgende race. Red Boys, welkom bij de allerlaatste race van wat? Vandaag. Zit er nou nog steeds? Wat? Zit het er nou alweer ja, op? Ja, het zit er nu alweer op. Nou alweer op? Dat doen ze wel eens wat als je DJ wat zit er nou bent. Weer op? Wat, nee. Wat zit er op jouw broodje? Als DJ doen het wel eens van die nee, polen. Nee, DJ zegt... Oké, okay, daar wat? Gaan we zit er nou alweer op? Ja, dat zit er nou weer op, ja. Ja, nee, dat zeg ik. Ik hoop dat ik meer word gebeukt, dat is waar ik op hoop. Uh-oh, dit gaat niet goed. Staat een boom! Er staat een boom! Ja, er staat een boom! Daar kwam wel laat mee, moet ik zeggen. Ja, dat zag ik ook pas laat. Ik ontweek hem net niet. Net? Oh, je bent er ook tegen. Ja, je gooit nu 3, een bom. 3, 2, 1, boom! Ja, dat was ik, lul. Helemaal niet. Nee, ja, dit was echt letterlijk ik een haar. Ik heb men net. Turbo gebruiken. Wat? Turbo gebruiken? Ja, anders haal je het niet. Oh. Hoi. Oké. Auw! Nou, jij had het zelf ook niet, lul. Zeg die turbo gebruiken tegen mij. Je hebt een stikkerbom op je reet, of niet? Stikkerbom op mijn reet? Hier. Nou, oh, mis. Oh ja, ik ging zelf ook niet helemaal goed. Ik ben niet de enige die hem niet haalt. Gelukkig. Ik denk dat niemand hem haalt. Nee, echt? Jawel, nee, ik glijd er voor langs, jongens. Wat? Dit is gewoon keihard in de scheid. Kak, ze hebben proximity mines neergegooid. Dus kijk oh, uit. Ja, dat is leuk. Ja, dat is altijd lachen. Dat is lachen.
Yo, dan gooit er nog eentje in. Ah, fuck, yup. Oké, thank you. Hij zat toch op te wachten, man, hier, Ryan. Ik zit in de slipstream. Ja, dan beuk ik. Ja, paal in de hul. Ja, ik zie je gaan. Ja, ik zie je verkeerd gaan. Hashtag verkeerd gaan. Nou, we gaan weer. Oh, ik zie je gaan, hoor. Kijk, John. Ja, druk mijn driehoekje in wel weer, Chromo. Goed zo, jongen. Hè? Je haalt het, Tony. Waar ben jij? Je bent zo stil. Oh, je rijdt daar. Ja. Lekker, man. Dat had ik al door, ja. Leuke race dit, hè? Ja. Echt een van mijn lievelings. Ja, kakker, hé! Ah! Chromo, haal hem nou eens even, man. Ja, dan moet jij zeggen met je snelkookpan. Wat? Met je snelkookpan? Ja. Snelkookpan. Ga mee. Snelkookpan. Chromo kan niet winnen, want hij is een grote... man. Dank je. Een volwassen man die geen game speelt. Fuck! Ja, ik heb geen turbo, die pakt net een Mongol voor mij. Ja, sorry. Ja, dat was jij niet, want een andere blauwe vinvis. Hij doet me niet. Ik rij achter je. Ja, dat zag ik. Ik word beschoten, ik geef jou dekking. Weet, haal ik hem nu. Oh nee, niet te ver naar rechts. Nee! Fucking hell, man! Je moet die turbo meteen gebruiken als je hem hebt, anders ga je niet snel genoeg. Oh, is dat echt zo? Ja. Aha! Ik rij achter je weer, Jan. Oh. Hey, lul! Oh, ja, sorry, ik was mijn kofferbak beschadigd. Ja, dan gaat iemand op het ding staan. Die kutboom! Wie de fuck had die boom daar neergezet? Ja. Er kunnen helemaal geen bomen groeien! Er staat een lood voor de schans, expres. Ja, dat weet ik, maar die blaas ik wel vol. Ja, maar ja, die wordt gewoon eruit gekikt anders, hoor. Oh, hij rijdt eraf als jij komt. Ja, dat zag ik, want ik gooi een sticky op zijn reet. Ja, en alsnog ben ik kapot. Kut, hè? Oh, ik denk je bent aan het vliegen, maar nee. Nee, ik was gecrashed omdat ik die vent probeerde op te vallen. Oh ja. Godverdomme. dat vind ik niet meer leuk nu. Jan, ga ik hem halen? Ja, ga hem halen, alsjeblieft. Ik heb hem. Goed zo. Nothing on the hand. Nee, goed, liggen hier allemaal bommen. Oh. Ja, wat is dit nou? Yo. Ja. Hoi. Waar ben jij? Die bommen dan? Ik kom er niet meer op. Ik kom er niet meer op. Ik ook niet. Oh, pas op. Wat? Ik kom er niet meer op. Oh, wat een kakrace is dit. Ja, die vent gaat me opblazen. Fucking hell. Wat een fucking lul, Danny. Je komt er niet meer, maar waarom kom je niet meer verder? Ja, dan een randje. Ja, nou lekker rondje, man. Nee, niet echt. Nee, dat weet ik, ja. Ja, daarom zeg ik het. Oké. Oké, turbo. Ik pak alvast mijn sticky bombs niet even. Ja, doe maar. Dan heb ik in ieder geval iemand die me beschermt. Ja, ik ben er. Jan, ik ben er. Wat? Ik zit op het randje. Oh, ik ben er ook. Woe! Ah, fucking hell. Ik ben alweer opgeblazen. Echt? Ik ben weer opgeblazen. Ja, godverdomme, man. Ik vloog over die bom heen. Oh, ik rij achter je, Jan. Oh. Ik doe een salto. Oh, je gaat niet goed. Oké, toch wel. We staan nog niet eens laatste, dat valt me nog mee. We moeten gewoon landen nu op de grond. Ja, gewoon landen op de grond. Hoezo, die ligt een schans. Ja, maar je kan gewoon landen op de grond, daar zit een checkpoint. Meen je niet. Kijk maar. Dat meen ik mooi even wel, hè. Waar kom ik dan terecht nu? Ik zit nog aan het vliegen. Ja, weet ik veel, bij de checkpoint hoop ik. Oh, ik hoop voor jou bij de checkpoint. Ik lig ergens in het gras nu. Oh. Wacht even, ik zie... Oh. Wacht, kijk even stickies op het strand als je... Maar heb jij dat neergelegd? Ja. Oh, lekkere vent ben jij. Ja, kijk uit, daar ligt op het strand, bij de tweede checkpoint. Oh, ik zag er een, ja. Ja, bij die checkpoint, daar ligt er een. Waar? Oh, hier. Ja, weet je eromheen? Dat denk ik wel, ja. Ik zag een stipje. Ik denk van, dat zal een badhanddoek zijn. Maar oh nee, het was een bom. Ja, sorry. Dus in het echt heb ik dat ook altijd, hoor. Ja, dat weet ik. Ik vertrouw geen ene badhanddoek meer. Wat is dit nou weer voor domme stunt, man? What the fuck? Welke stunt? Er zijn al mensen gefinished. Ja. Oh nee. Oh, ik heb een revenge kill. Die voor je. Kut, Danny. Ha! Wat is dit nou weer voor sprong? Ja, dat zei ik net. Dat ik batste vol in die muur daar. Ja, ik dus ook. Ja, dan ga ik wel kapot, ja. Ja, dat is dus niet de bedoeling. Nee. Maar maakt niet uit, jongen. Waar ben ik nu weer? Ja, dat weet ik niet.
Even kijken hoor, ander wapen. Ik ga ook even proximity mines gooien. Ja, ik heb er ook weer een paar neergegooid. Dan weet je dat alvast. Oh, dat die lul die achter me zit, die moet even worden opge... Oh, er liggen hier ook allemaal proximity mines. Ja, kak. Het ligt hier ook wel helemaal vol. Leuk man, GTA races. Ja, het is echt plezier echt, altijd. Top, jongens, dankjewel. Een dag niet ontploft is een dag niet geleefd, zeggen we altijd maar. Maar nu, ah ja, ik ontploft niet elke dag, hoor. Zit ik nou serieus hier voor een blokkade? Weet ik niet. Ah, hier zit een gast mij op te wachten voor het checkpoint. Die gaan we nu opblazen. Oh my god, ik vlieg over de checkpoint heen. Wat een mogol. Lord Danny, ga leven. Dat is echt een retard. Ja. Je bent een sukkel. Sukkel? Weet je die SpongeBob video of aflevering ding? SpongeBob aflevering ding? Ja, met die toeter. Sukkel. 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 Ken je die? Nee. Ah, oh, kak. Ja, moet ik nou echt weer precies op het dak met randjes komen? Het dak met randjes komen. Ja, dat je er niet meer af kunt rijden. Hoe je dat ook mooi zegt, hè. Hé, hey, ik ga lekker voor hem. Ik heb Danny opgeblazen. Echt? Oh, sorry, what the fuck, Danny. Hoe haal ik dit? Weet je wat, ik gebruik dat stomme scheidrandje gewoon niet. Oké, okay, overeind. Oh! Oh nee, niet te hard, Jan. Nee. Ik ga nu te hard. En Kaki motherfucky? Ja, weet je wat ik doe? Dat zou al een dikke rap zijn. Kaki motherfucky! I come from the east side. Walking to the andere side. Ik ben even aan het lopen, man. Ja, la. Hey, die Danny is geliefd. Hij luistert naar je. Oh, kijk. Je bent een sukkel, zei ik, en hij gaat. Ja, hij is meteen weg. Zo, alright, ik heb de checkpoint, man. Ik moet hoesten, man. Ja, dat moet je niet doen. Ja, ik heb niks doen. Ik denk een vliegje ingeslikt, omdat ik zoveel vlieg. Ik heb een vliegje ingeslikt. Ja. Nou, beter is de vlieg en geen... olifant. Zo, dat zou ik niet best zijn als er een olifant kwam langs vliegen hier ook met die flappen over van precies. Hem. Dat zou helemaal niet anders zijn. Hoppa, even een turn around. Zo. Alright, we rijden door, hoor. Nou, de wedtijd dat we doorrijden. Zijn de mensen al gefinished? Ik rij weer eerste omgedraaid. Zevende. Ja. Ja, deze keer wist ik hem. Goed zo, je leert snel. Goed hè, voor mij. Oh, lanteerpil. Oké, niks in de hand. Weer een schans? Wat moet je met die rukschans allemaal? Ik zeker weer niet hard genoeg. Nieuw. Oh, wel, dit keer wel. Het is een verlange scheidrace, man. Ja, dat is echt geweldig dit. We zitten hier morgen nog te racen. Oh ja. Nou, heb je nog even Chrome? Oh, vertel eens een verhaaltje, man. Moet ik een leuk verhaal vertellen? Ja. Ja, over wat? Ja, weet ik niet. Gewoon een leuk verhaal. Ja, ik moet wel weten waarover natuurlijk. Over een kasteel. Over een kasteel? Ja. Daar sta ik nu bovenop zo'n beetje. Ja, maar ben je nooit bij een kasteel geweest? Nou, wij hadden wel bij ons een kasteel, hè? Ja. In de buurt. Dan gingen we altijd stenen zoeken vroeger. Op die plek. Op die ja. Dan hoop je dat je een gouden lepel tegenkwam of zo, weet je wel. En ben je het ooit tegengekomen? Nee, alleen maar keutels en stukken staal. Ja. Nooit echt. Ja, een stukje steen van kopjes, weet je wel. Ja, maar daar heb je ook niks aan. Of een nestje met eieren, maar die waren niet echt middeleeuws. Die waren net gelegd. En van die kievitseieren, weet je wel. Voor de rest, een keer skelet. Was leuke tijd, of niet? Skelet. Geweldig. De jeugd, hè? Niet gamen, skelet. Maar gewoon buiten spelen. Metaal detectortje hadden we. Een skelet. En hey. Toen? Wat toen? Wat deed je met het skelet? Ligt op mijn kamer nog steeds. Weg te rotten. Oh ja. Was, is het niet je eigen skelet die weg zit te rotten? Dat zou wel meer stinken. Oké dan. Nee, zo'n rattenkopje is een skelet. Die heb ik helemaal schoongemaakt. Oh, ja. En ik denk dat ik hem daarna heb weggeflikkerd. Ja, het is gewoon smerig. Ja, nee, maar misschien ligt hij nog ergens, dat kan ook nog. Misschien ligt hij wel ergens weg te rotten. Ja, nee, ik heb hem schoongemaakt, dan rot hij niet meer. Skelet, hè? Ja. Jongens, skelet, wat is dit nou voor wallride? Ja, het is weet ik niet, ik weet niet waar je bent. Ja, het is zo'n muur die gaat omhoog en dan rij je dan overheen als een regenboog. Ja. En daarna heb je... Ga lekker stickers om me gooien, joh. Daarna heb je zo'n schans. Oh ja. Maar wees blij dat jij nog mensen om je heen hebt. Ja, ik ben weer bij zijn naam. Kaaaak! Sorry, buurvrouw. Ja. Sorry, buurvrouw. Ik hoorde van de buurvrouw praten buiten. Oh my god, wat een kutrace. Oh, ik vind hem wel echt geweldig. Ik...
We kunnen dit nooit finishen, man. Jawel, kan best. Niemand die fucking schans haalt. Wat dan? Is er een schans? Ja, lap 2. Wat, lap 2? Is er nog een lap? Ja. Oh, man. Ik weet niet wie deze race heeft gemaakt, maar alsjeblieft volgende keer, ouwe. God. Hé, hey, niemand haalt die rem meer. Ik sta gewoon eerste nu. Niemand haalt die rem meer. Wacht even, dan heb ik ook kans om eerste te worden een keer. Ja, helemaal niet. God! Dit kan nog wel 20 minuten duren, man. Nee, duurt nog maar 5 minuten. Nou, werf van niet, want één lap duurt al 10 minuten. Nou, voor mij al 11. Ik ben nog steeds beter met die rare rem. Je haalt hem niet. Ik heb 2 turbos en ik kom bij lange na niet in de buurt van die rem. Hoe kan dat nou? Ja, weet ik niet. De eerste keer halen we hem, maar de tweede keer is het blijkbaar omhoog. Ja, maar dan moeten de andere achterste er ook zijn. Ja, dan kunnen we nog 3 jaar wachten. Nee, 3 jaar is overdreven hoor. Nou, het is altijd overdrijven altijd. Nee, ja, ik overdrijf nooit. Nee, maar 3 jaar is wel veel hoor. 3 jaar, dat is 3 keer 365 dagen. Ja, en hoeveel is dat? Ja, mag jij berekenen. Waarom ik? Jij bent de HAVO-rekenexpert. Dus? Ja, gewoon, dan geef ik jou gewoon de kans om je te bewijzen. Nee, daar heb ik geen zin in. Nee, ik ook niet. Nou dan. Oké, top. Hé, maar niemand die ik heb checkpoint, jongen. Niks aan de hand. Ik kom eraan. Hou vol, houd moed. Iedereen wil mij voorbij zien rijden dat ik hem wel haal, jongen. Dan schijt ik toch echt mijn panty vol. Oh! Heb je hem? Bijna. Nou, zie, hij is wel haalbaar. Bijna. Geloof in het ongelofelijke geloof. Deel. Vind ik ook. Ja. Ben je nou aan het gapen? Ja, want ik haal hem niet. Oh. Komt ervan als je hem niet haalt. Nou, ik kom er nu aan. Wacht even, ik heb nog een headshot misschien. Oh my god, ik haal hem, maar ik kom ernaast. Kakken! Ja, dat was kakken wat ik aan het doen ja, was. Ja, dat was kakken, hé. Ik haal hem en dan kom ik naast die scheidrem. Hoezo haal je hem? Nou ja, omdat ik hem haalde. Oh, stink hier nu, hé. Oh. Ja, is het druft, hè. Ja, ik heb echt zulke dingen gegeten die ik denk van... Nou, dat had ik beter niet kunnen eten. Wat heb je gegeten dan? Nou, niks. Gewoon boerenkool. Nou, dan kan je toch gewoon eten? Ja, dat kan ook gewoon. Nou dan. Heb ik ook gedaan. Oh. Huh! Ja, ik ben op een golfclub hier, oh. Wat? Op een golfbaan. Waarom? Ja, daar staat een checkpoint. Huh? Ben jij daar niet geweest? Nee, daar pas. Wat pas? Ben ik nog niet ver genoeg? Nee, je moet nog wel. Ja, die lucht. Dus... Ik wou bijna beginnen over een branderig puntje, maar... Kak! Ik kan dat randje... Hou even op over kak, ja, ik zit hier mijn kokhals in te houden. What the fuck? Nee, daar wil ik ook niet aan denken op dit moment. Doe even geen zeehond na, Jan. Ah, deze vent doet zijn duimpje omhoog. Echt? Ja, oh. We staan hier namelijk op die schans, alleen we kunnen hem niet halen. Ja, ik kom er nu vol gas aan. Kijk uit. Hoi. Oh, er is er nog één. Ben ik er? Hoi, weet ik niet. Nee, je moet weer bij die schans staan. Ik ben bij Snelweg. Oh ja, ik ben er. Jan. Lol, dankjewel. Een andere heeft hem erop gehaald. Of opgeholpen. Echt? Lol, ja. Dus nu heb ik hem. Ik heb de checkpoint. Ben je eerste? Nee, derde. Dus ja! Ze kunnen al niet meer winnen, man. We hebben dus ook weer echt geen ene dikke reet dan. Nee, dat weet ik. Nou, dan gaan we weer. En dan gaat ik doe mijn turbo te laat. Ik heb hem gehaald, toch? Wacht, ja. Hoeveel minuten sta ik achter? Ah, maar 2 minuten, joh. 2 minuten? Ja. Nou, dat is best in te halen nog op een race van 30 minuten. Je hebt 3 laps aanstaan, hè? Nee, 2. Oh, jammer. Ik vond het zo'n leuke race. Ik denk, nou, dat ja, moet nog langer. Ja, sowieso... Ik laat gewoon aanstaan wat jullie aanzetten, maar er zit zo'n mogol erbij die 2 laps aan gaat doen. En ik ken die races niet. Nou, Jan, ik heb hem gewoon in 1 keer, hoor. Jij hebt hem gewoon in 1 keer, hoor. Ah, je hebt hem gewoon in 1 keer, hoor. Ja, dan niet wat jij moeilijk aan het doen bent. Nee. Ja. Kak! Nu heb ik dat randje waar ik op Ja, dan moet je dus je auto ervoor zetten, op je motorkast springen en dan kan je er overheen springen. Oh echt? Ja, dan was ik net dus achter gekomen. Oh, je kunt uitstappen gewoon. Ja, maar dan moet je wel je auto er tegenaan zetten en dan op je motorkast springen. Ja, ik heb hem gehaald. Ik leg even wat bommen hier neer. God, gloeiende kokosnoten. Ah, wat? Ik lig nog 1,5 minuut achter. Dus alles onder controle, man. Oké, mooi. Dan ga ik gas geven. Ga jij Kut, maar een boom.
Zo. Een goede dag, vriend voor me. Een goede dag, vriend. Fucking turbo. Oh my god, ik haal hem gewoon, what the heck. Okay, je haalt hem gewoon. Ik sta tweede nu, man. Oh, nou, zie, je kunt nog eerste worden, man. Wacht, hoeveel... Oh, joh, de sticky bom hier op me. Ik sta nog 1,5 minuut achter. Ja, dat kun je makkelijk niet... Ja, kan ik dat nog inhalen? Ja, ik heb vertrouwen in jou. Ja? Ja. Ik zeker nog, ik heb hier wat voor je. Ja. Oh ja, dat helpt me wel echt. Ja. Goed, ik denk, die geef ik gewoon. Ik ga over de checkpoint heen. Oh, je moet... Oh, ik ga even iets verder weg zitten, Jan. Ja, ga jij maar wat verder weg zitten. Ik moet even uit de wind zitten. Oh my god, nu haal ik deze sprong niet. Ja. God. Ja, daar kan ik toch niks aan doen. De auto gaat niet snel genoeg, man. Ja, je lijkt wel een opa, joh. Kak! Misschien ben ik dat ook wel. Ja, ben je al opa? Beter haal ik het nu wel. Ik zou wel weten hoe jij eruit ziet met grijs haar. Ah, kakke, ik haal hem gewoon misschien niet. Misschien heb je wel. Ben je ook kaal straks? Ik haal hem gewoon niet. Die vent die eerst ligt, haalt hem ook niet. Oh, nice. Dan kom ik eraan. Dan kunnen we weer eerst worden. Of ik weet eigenlijk niet of dat hem is. Ja, dat is de gast die eerst ligt. Niet op de achtbaan, niet op de achtbaan, wel op de achtbaan. Oh, you fucking kidding me. Weet je welke schans haal je niet? Ja, met die kut parkeergarage. Je kunt de parkeergarage oprijden, ja, toch? Ja, dat ga ik nu toch doen, maar dat duurt toch veel te lang, joh. Dat zijn ze namelijk allemaal aan het doen, zie ik nu. Echt allemaal? Je was tweede, ja. Hoe kun je nou allemaal zeggen? Nou, omdat er hier allemaal andere mensen rijden. En die zitten elkaar nu op te blazen. Wee. Nou jongens, hartstikke bedankt voor het maken van deze geweldige race. We hadden weer genoten, we hebben weer leuke tijden meegemaakt. Ja, altijd. Zo duren de opnames ook lekker kort, dus dat scheelt. Niet leuke tijden, maar een leuke tijd. Het is gewoon tijd. Oh, ik vond wel tijden duren, eerlijk gezegd. Ja, klopt. We zijn al 18 minuten bezig met een of andere... Met een fucking scheidrace. Met een leuke race. Ik nog eerst kan worden. Hoezo kun je niet meer? Finished. Oh, die fans gewoon gefinished. Oh. Nou, dat was leuk. Ja, dat was geweldig. Ja. Zoveel plezier gehad. What the f... Ja. Kak. Nou Jan, ik weet niet, maar die parkeergarage heb ik in één keer. Ja, omdat je fucking zevende ligt. Nee, ik lig vijfde. Ja, wij... Hey, pas op of ik schiet. Oh, hij schiet dan. Oh, dat was een goeie. Oeh, bijna shoot mee, denk serieus? Ik. Serieus? Wat? Ik ga nog even meer opnieuw spannen ook, wat een kakrace. Span even opnieuw. Nee, ik ga door de checkpoint heen, maar ik heb hem helemaal niet, dus ik ga hem nu voor de derde keer doen. Oh. Nou, dan gaan we nog een keer hoor, jongens. Doorheen. Dankjewel. Nu ging ik helemaal niet doorheen, nu heb ik hem wel. Maar, oké. Okay, ben je ook bij die wallride? Welke wallride? Een soort van wallride, dat je zo er om me heen rijdt. Die schuine slam. Ja? Ja? Ja, daar ben ik nu ook. Die faalde ik 3 keer. Echt? Ja. Dat is dom, een ezel stoot zich niet 3 keer aan dezelfde steen. Maar het was ook geen steen, het was ik een ramp. Ik heb een first try. Het was een ramp, liefst schat. Ja, oké. Okay. Maar wel een stenige, koude ramp. Hop! Wat op? Hop! Wat? Op, mijn eten is op. Is je eten op? Ja, we zitten hier al 20 minuten één race te doen. Eet jij elke 20 minuten? Ja. Nou, dat je nog geen vetvaardig bent, snap ik ook niet. Nee, maar ik eet elke 20 minuten één snoepje, maar mijn snoepje is op. Slecht voor je, Jan, snoepjes. Het was Sint Maarten, hè? Nee, het was Sint Maarten, dus ik ben langs heb de deur. Ben jij langs de deur gegaan? Ja, dan was ik de hele tijd die aanbelde bij jou. Bij mij ook de hele tijd. Ja, jij doet niet open. Ja, ik heb een emmer heet water gisteren gewoon over de kinderen heen geflikkerd. Nou, lekker aardig. Ja, ze zongen een stom liedje, iets met 11 november is de dag. Maar toen is mijn kat overleden, dus vond ik helemaal geen leuke dag. Nee. Ja, dan gaan ze dat lopen zingen. En nu? Ja, heet water over de kinderen heen gepleurd. En nu? Ruzie met de ouders. En nu? Ja, mag nooit meer weer buiten spelen. En nu? Ja, verkering uit. En nu? Mijn kat kwijt. En nu? Boomstam omgehakken in RuneScape level 99. Waarom? Ja, omdat ik lifeloos ben. Waarom? Ja, omdat ik geen leven heb, dan ga je RuneScape doen. Gaan we nog langer waarommen? Want dan stamp ik die waarom in je mond. Waarom? 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 Daarom. Nou goed. Nee, waarom? Ga nou maar nog een keer kijken in die kamer, oude sterrenkijker. Wat, ik ben aan het racen, jongen. Ja, nou ik ook. Je leidt me af nu. Waarom? Ja. Zijn de bananen krom? Ik ben bij de finish, man.
Kijk eens aan. Zo. Nou, 21 minuten en 18 seconden en 33 honderdste. Zo, dan ben je sloom zeg. Hou je mond, want jij bent nog slomer. Ja, maar dat scheelt niet veel op 21 minuten. De tussenstand. Op dit moment is Team Jarentech heeft 12 punten. Nou, dat dan ook. Team Abonnees heeft 15 punten. Dat is niet leuk. Woo! 360. Wie ikke? Ja, niks hoor. Goed gedaan, man. Goed gedaan, goed gedaan, goed gedaan, goed gedaan, goed gedaan. Ja, nou. Dus mensen, mocht je hebben gehad van deze aflevering... Vijfde. Oh ja, als je die nog in had, vierde. Vierde. Mocht je hebben gehad van deze aflevering, rand natuurlijk zo'n kijkje. Bedankt, voor het voorlaten. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en op Kromers kanaal. En dan je zeggen bent wij topper. Tot de volgende keer maar weer. Oh, tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.